Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkus en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een van het meest populaire DIY pakket in een nieuw jasje steken. Dat is deze. Hij is al een tijdje terug opgenomen en dat was toen echt een toppertje. Vandaag gaan we eenzelfde soort krans maken, maar dan net even wat anders. Ik heb het steekschuim alvast in het water neergelegd. Let op, nooit onder water duwen. Zelf vol laten zuigen, heel belangrijk. En vandaag gaan we met mooie materialen aan de slag. Dus heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je het pakket van vandaag graag bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Je vindt er onder kopje cursuspakketten. Wees snel bij, want het op is op. En laat vooral hieronder in de reacties weten wat jij van deze video vindt. Ik vind het heel leuk om te lezen. Ik lees alles, dus heel erg leuk. Ik probeer ook overal op te reageren. Dus laat me dat vooral hieronder weten. En dan zou ik zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Deze krans echt net even anders dan anders maken. Ik heb hele mooie kleine fijne terracotta potjes. Ik heb leuke een lantaarnplantje, ook heel leuk. Geeft straks een heel sierlijk effect. Mooie pastelmaterialen. Dus ik ga jullie even iets dichterbij halen. Dan kun je precies zien wat ik doe. Ik gebruik dus een halve ring van het steekschuim. En we maken hem straks weer rond. Dus het wordt wel een ronde krans, maar op net een andere manier. Ik heb deze leuke terracotta potjes. En daar doe ik dit plantje in. Nu heb ik al een beetje het zand afgehaald. Want je kan hem, als je het heel voorzichtig doet, in delen gebruiken. En dat wil ik vandaag ook doen. En die ga ik even weer in die potjes zetten. Dan kan hij eerst gewoon zo'n potgrond behouden. Heel leuk. Dit kan je later in elk bloemstuk dan ook gewoon gerust weer inzetten. Dus dat is wel heel erg leuk. En ik ben gewoon gek op dit plantje. Ik vind het een heel leuk plantje. Seropegia. Dan heb ik hier nog een beetje. Alle stekjes erin. Beetje zand er nog bij. Je maakt er gelijk een mooie smeerbol van. Maar daar ben ik goed in, dus dat geeft niks. Ik kijk alvast eventjes waar ik de potjes in het stuk wil. En daar snij ik een klein stukje uit het steekschuim. Dan doe ik even een klein, ja, als het ware een driehoekje. Dat hij daar een beetje invalt. En dan kan je hem ook nog iets verder aanduwen. En dan zit hij eigenlijk al wel, ja, redelijk vast. En ik wil hem aan twee kanten plek. Je kan hem eventueel ook die kant op laten lopen. Is ook heel erg leuk. Of beide kanten. Als je één aan deze kant doet en de andere aan de andere kant. Ik wil ze graag bij elkaar. Maar je kan daar zelf mee spelen wat je zelf leuk vindt. En je kan eventueel ook lijm gebruiken als je dat handig vindt. Om ze eventjes vast te zetten. Maar dat zou ik dan iets later doen. Dus als je er ook al bloemen in hebt. Zo, nou weet ik waar ik deze wil hebben. Haal ik ze er eventjes weer uit. Dan hebben we de vorm er al mooi in staan. En dan gaan we eerst verder met het opvullen van de bloemen en andere materialen. Ik ga eerst de krans weer rondmaken en dat doe ik door middel van berengras. Je steekt aan de ene kant erin en dan aan de andere kant ook weer, zodat je mooi rond hebt. En dit doe ik met meerdere berengrasjes. Dan bevestig ik eventjes de potjes er weer in. En terwijl ik bezig ben, zie ik toch dat ik het leuker vind om de plantjes toch mee te laten lopen met het berengras. Nu ik de berengras er helemaal in heb. Dus ik ga ze er toch andersom in doen. Maakt voor het uitsnijden niet zoveel uit. Maar dan kan je zelf kiezen wat je wil. Maar ik vind het toch wel echt een heel sierlijk en leuk effect geven. Ja, dat is echt heel erg leuk. Kijk hoe prachtig. Ik heb ze nu natuurlijk nog niet vast staan, maar ik wil toch even het effect laten zien. Hoe sierlijk dat lijkt. Echt heel erg leuk. Dan gaan we verder.
Ik gebruik vandaag mooie zalmtinten. Zo heb ik ook een mooie asparagus. Die wil ik eigenlijk ook mee laten lopen. Maar dat doe ik mooi aan de andere kant. En die valt er een beetje tussen. En mocht je de zijtakjes iets te groot vinden, kan je die eventueel nog weer los in het stuk steken. En ik gebruik eucalyptusblad. En bij eucalyptusblad is het belangrijk dat je echt boven het blaadje gelijk knipt. Want dan kan je de hele steel elke keer weer gebruiken. En dat wil je natuurlijk zo weinig mogelijk weggooien. Dan heb ik wat mooi gipskruid. Je kan het even op draad zetten, maar dat hoeft niet. Ik vind het de laatste tijd eigenlijk zo goed van kwaliteit dat het eigenlijk niet nodig is. En door om de potjes heen te steken, zet je de potjes automatisch ook al een beetje vast. Dus let goed op dat je ook de zijkanten goed meeneemt, dat het mooi helemaal gevuld is. Altijd heel belangrijk, niet alleen bovenop, maar ook goed de zijkanten. Dan ga ik verder met wat mooie trosroosjes. Ik gebruik ook weer mooi die zalmkleur. Mooi peach. Zoals je kan zien werk ik iets smaller uit naar de buitenzijde. Dan heb ik nog dat aspragestakje over. Die kan je ook aan de andere kant doen. Maar dat vind ik eigenlijk zonde. Omdat je juist dat plantje echt goed wil blijven zien. Maar ik wil hem nog wel wat terug laten komen in de krans. Maar ik splits hem dan eventjes. En laat ik hem subtiel bij de rest tussendoor komen. Dan gebruik ik nog een heel klein beetje tilantia om het grijze terug te laten komen. Heb je nou nog kleine stukjes steekschuim zichtbaar, kan je die daar ook mee wegwerken. En je kan het eigenlijk gewoon een beetje bij tussen stoppen. En als je wil kan je ook krammetjes gebruiken, maar vaak is dat bij dit soort dingen haast niet eens nodig. Want je kan het gewoon een beetje bij tussen doen. Ja, en dit is toch geweldig. Als je het mij vraagt in ieder geval wel. Heel apart, romantisch. De plantjes maken het helemaal af en ook net even anders dan anders. Het is gewoon een hele luxe krans. Ook heel leuk, eventueel voor een bruiloft. Is die ook echt prachtig. Maar op tafel wil je hem ook zeker niet missen. Ja, kijk hoe leuk dat plantje nu uitkomt. Maar ook die combinatie van deze kleuren. Je kan het natuurlijk ook in een andere kleur maken, mocht je het leuk vinden. Maar ik vind het echt prachtig. Wil je dit nu graag zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pleetpakket kan bestellen. Of ga naar www.uronlinebloemist.nl. Laat hieronder weten wat je van deze video vindt en wat je van deze kleuren vindt. Of welke kleur je graag in een volgende video zou willen zien. Ik ben benieuwd. Goed, ik wil jullie weer bedanken voor het kijken en zien we de volgende keer weer. Doei!